het TT-circuit, de Cathedral of Speed. 12 bochten in asfalt gegoten op de Drentse hei. Met roemruchte namen als de Haarbocht, Stekkenwal, Ramshoek en natuurlijk de GT. Ja, leuk allemaal. Maar wat nu als we de boel eens omdraaien en als we eens tegen de richting in gaan rijden? Hoe leuk is het TT-circuit dan nog? En hoe spannend is het dan? Uiteraard gaan we dat niet zelf proberen, maar laten we dat over aan de professional. Motor2-coureur Zonta van der Hoorberg bijvoorbeeld. Er zijn niet veel banen die op assen lijken. Het is een hele snelle baan, het heeft hele snelle knikken. Ook wel eens wat langzamer wordt, bijvoorbeeld een scrubbe. Een scrubbe is een van de krachtigste bochten op de kalender. Alleen heb je ook weer hele snelle secties. Net als dat je van Mannen van Indijk een sloot achter de baan helemaal terugkomt naar de Ramshoek. Of je hebt de Ruskoek, waar je ook natuurlijk een hele snelle, je kan het eigenlijk een soort van chicane noemen. Hele snelle knikken achter elkaar. En die zie je niet veel terug op andere circuits, dus dat maakt de assen erg uniek. Afgelopen jaar in 2022 reed ik in de Moto 2 mee tijdens de TT van Assen. En het was wel een heel speciaal weekend. En ik denk dat het wel zeker de mooiste herinnering in Assen is voor mij. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die kunnen zeggen: oh, ik heb rondjes andersom gereden op Assen. En degenen die het wel kunnen zeggen, daar mag ik straks mijn naam bij voegen. Timmer was natuurlijk apart, want je rent nu een beetje naar de linkse kant aan om dan rechts om te gooien en dan links uit te accelereren. Maar ik accelereer natuurlijk uitstrubben en nu was het precies andersom natuurlijk. Nu kom je met 200 aan op de strubben en dan moet je in één keer gaan afremmen. Dus dat is een compleet andere wereld. Ik zou zeggen dat de TT-circuit tegen de richting in geen Grand Prix waard circuit is.